Hoe werden jullie wakker? Door een hele harde knal vannacht en een lichtflits. En het hele huis trilde. En de kachel trilde helemaal na. Dus we zaten rechtop in bed. De Voorschotense wijk Bijdorp is al vroeg wakker vandaag. Na het ongeluk komen de hulpdiensten massaal de wijk in. En ook de pers uit alle windstreken is massaal aanwezig. De Leidse fotograaf Toon van der Poel was als eerste bij de trein. Uiteindelijk ben ik ook tussen het spoor opgegaan, zo links en rechts, voor eigen risico de stroomkabels ontwijkt. Want ja, we wisten allemaal nog niet of de stroom er al daadwerkelijk overal af was. Dus uiteindelijk ben ik ook in het weiland achter de treinen daar geweest. Daar heb ik de laatste slachtoffers uit de trein gehaald zien worden. Op een gegeven moment zijn we wel naar buiten gegaan en gevraagd of we konden helpen. En in eerste instantie hoefde dat niet. Maar later vroeg de politie toch of we wat mensen wilden opvangen. Wat lichtgewonde mensen in huis. Ja. Dus dat hebben we natuurlijk gedaan. Ja, hoe waren die mensen eraan toe? Nou, vooral heel erg geschrokken. En verdrietig. Stil. Sommigen gewond. Dus, ja. En dan zijn er ook nog de nieuwsgierigen die gewoon even willen komen kijken. Wat is uw indruk als u hier zo rondkijkt? Ja, stilte. Stilte eigenlijk hier zo. Emotioneel ook. Ja, het is een heel grote. Het is niet echt een hele grote ramp, maar het is wel een ramp. En het is. Ik denk er ook aan de mensen die daarbij betrokken zijn, allemaal. Ja. En zo vroeg en hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Ja. Ik denk dat het echt een ongeval is. Wat ook in de jaren 90 achter de Gooimeerlaan, achter de brandweerkazerne is gebeurd. Ook met een werktrein met een draaiende kraan die geramd werd door een passerende passagierstrein. Het is een exacte kopie, zo lijkt mij.